Ik geef nu het woord over aan Akke. Ja, dankjewel Jan. Ook het Stoomgemaal de Toet bedankt voor de gelegenheid dat ik hier wat mag vertellen over mijn onderzoek wat ik heb gedaan. We zijn hier natuurlijk op een fantastische plek. Hè? Dat is vanmorgen natuurlijk ook al gezegd. En ook vanwege natuurlijk een heel bijzonder fenomeen, hè, dat dit gemaal er nog is. Dat mag een wonder heten, maar ik heb ook een beetje in de geschiedenis van dit gebied gelezen dat het ook eigenlijk wel een wonder was dat het er überhaupt kwam. En het was vrij laat dat hier nog een stoomgemaal gebouwd werd, 1918. Natuurlijk eerst hartelijke felicitatie ook met het 100-jarige bestaan van deze prachtige plek. Oké, trekken we even niks van aan. Wat ik al zei, ik ga het dus hebben over mijn onderzoek wat ik heb mogen uitvoeren in opdracht van de erfgoedvereniging Heemschut. Dat onderzoek heeft natuurlijk een bepaalde opbouw, dus ik ga het met u hebben over ja, wat heb ik nou eigenlijk precies gedaan en waarom is dat? Wat leverde dat nou op en waarom sta ik hier nou ook? Hè? Want het was eigenlijk een intern opdracht voor Heemschut, maar het is ook gezien de opbrengst van die resultaten toch ook interessant om dat breder te delen. Vandaar ook de uitnodiging dat ik dat vandaag met u mag komen delen. Even iets over mezelf. Ik ben archeoloog en cultuurhistoricus, erfgoedspecialist. Ik heb me gespecialiseerd in watererfgoed, omdat ik gezien heb dat er best nog wel heel wat te winnen ook is. Alleen al in het bekendmaken van watererfgoed. Ja, ik werk landelijk sinds een paar jaar en ik ga ook altijd uit van het uitgangspunt van, nou ja, het erfgoed heeft, dus vanmorgen natuurlijk ook al gezegd, altijd een verhaal. Het is belangrijk ook om dat verhaal te onderkennen en ook iets mee te doen vooral. Dus ook vooral denken vanuit een toekomst voor erfgoed. Ik heb voor verschillende opdrachtgevers al gewerkt, zowel in de private als de publieke sector. Aanleiding en doel voor het onderzoek was 2015, waren toen waterschapsverkiezingen. Stichting Water Heritage, een conglomeraat van specialisten ook op watererfgoed, heeft toen het initiatief genomen om een soort van waterschapsagenda op te stellen, waarin ook een pleidooi werd gehouden, met name aan het adres van de waterschappen, om vooral ook wat te gaan doen ook met hun eigen erfgoed. Die agenda ziet u rechtsboven, een soort vorm van een soort pamfletje is dat toen vormgegeven. Dat is ook ondertekend door meerdere organisaties binnen de erfgoedsector. Kunst 92, de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond heeft daar meegedaan. En ook erfgoedvereniging Heemschut heeft dat ondertekend. Het is toen ook aangeboden aan de Unie van Waterschappen. Om inderdaad erfgoed wat meer op de agenda te krijgen. Ja, dat was eigenlijk ook een aanleiding om voor erfgoedvereniging Heemschut om gewoon eens even naar binnen te kijken, naar de eigen organisatie. En toen bleek ook dat daar ook nog wel wat gewonnen kon worden in kennis en allerlei dingen over watererfgoed. En zo is het idee ook ontstaan om voor de eigen organisatie een soort van kennisdocument te maken. Hè, wat kon gelden als een eerste kennismaking met wat is nou een waterschap en hoe verhouden zich waterschappen met erfgoed. Want Heemschut wil dus heel graag een relatie aangaan met de waterschappen. Om gezamenlijk op weg te gaan voor een goede verantwoorde zorg voor dat erfgoed. Nou ja, daar heb je natuurlijk stapjes voor nodig. En de eerste stap is al om de eigen mensen op te leiden, zal ik maar zeggen. Heemschut werkt volgens het principe met provinciale commissies. En daar zitten dan weer vrijwilligers in. En die doen het uiteindelijke werk. Dus dat zijn ook de mensen die naar buiten treden, die contacten leggen. Ja, dus de doelgroep was dus echt duidelijk die vrijwilligers van Heemschut. Daarvoor is dat kennisdocument samengesteld. Want het bleek dus ook dat er gewoon geen overzicht is van hoe
waterschappen zich met cultureel erfgoed verstaan. Daar is ja, geen overzicht van. Dus dat was heel nuttig om die oefeningen eens te gaan doen. Ja, het resultaat is dus zeg maar een overzicht van alle waterschappen zijn onderzocht. Ja, dat waren er toen 22. Inmiddels is daar een piepklein waterschapje van verdwenen. Ze hebben er nu nog 21 waterschappen. 21 waterschappen zijn toen ook onderzocht. En het was dus echt bedoeld als een kennismaking met waterschapserfgoed, waterschappen als geheel. Ook een bewustmaking van dat er dus ook bij waterschappen een heleboel erfgoed aanwezig is. En ja, verder staan er ook wat praktische tips in het eindproduct. Je moet zich wel realiseren, het is 2016 begonnen, dus het is toen ook echt 2017 opgeleverd. Het is een momentopname, hè, dus er zijn natuurlijk inmiddels weer dingen veranderd. Dus mocht u het rapport inzien, dan zullen daar dingen in zijn die niet meer helemaal kloppen. Ja, voor Erfgoedvereniging Heemschut, ik zei het al, is georganiseerd in provinciale commissies, was het op zich al een eye-opener om te constateren van hé, niet elke provincie heeft een gelijk aantal waterschappen mee te maken. En de meeste provincies hier in de tabel hebben natuurlijk nou eenmaal met meerdere waterschappen te maken. En dat is natuurlijk ook voor zo'n commissie van belang om te weten dat in het oosterdeel een andere omgang met waterschapserfgoed mogelijk is dan in het westelijk deel van de provincie. Om even die verschillen maar helder te krijgen. Ja, wat is nou eigenlijk onderzocht? Want ja, goed, je wil toch ook iets genereren wat gestoeld is op toch wel feiten. Ja, je wil het wat meetbaar proberen te maken. Dat proberen we dan tenminste ook altijd in de erfgoedzorg om meetbare gegevens te genereren. En er is besloten om te kijken naar hoe een waterschap zich presenteert met zijn erfgoed. Hoe brengt een waterschap erfgoed naar buiten toe? Dat kan dus op verschillende manieren gebeuren. Dat kan digitaal zijn, natuurlijk een eerste kennismaking met een waterschap is natuurlijk ook vaak via de digitale snelweg even googlen. En ja, wat zie je dan op je scherm komen? De website van het waterschap en wat staat daar dan vervolgens over erfgoed op? Dat was dan de ene aanpak. En ook is er gekeken naar hoe presenteert een waterschap zich fysiek? Dus hebben ze een bezoekerscentrum. Doen ze mee aan de Open Monumentendagen. Dat was één poot waarnaar gekeken is. En daarnaast is er ook gekeken naar erfgoedbeleid. En daarvoor zijn alle waterbeheerplannen, dat zijn eigenlijk de grote lijnen die de waterschappen elke 5 jaar opstellen. En daar staan ook vaak natuurlijk paragraafjes in over cultureel erfgoed. Die zijn erbij gepakt. En er is ook gekeken naar specifiek erfgoedbeleid. Eerst al moest natuurlijk uitgezocht worden of dat er überhaupt al was. Nou, dat heeft een overzicht per waterschap opgeleverd, maar natuurlijk ook juist voor het doel waarvoor het bedoeld was, voor die vrijwilligers van Heemschut, ook een overzicht per provincie. Ja, natuurlijk nog even terug naar af, want ja, waar hebben we het nou eigenlijk allemaal over? Wat is nou eigenlijk waterschapserfgoed? Ja, erfgoed is natuurlijk een containerbegrip, hè, een heel breed begrip. Er heel veel verschillende definities voor staan. Ja, erfgoed, een korte definitie is van alles wat wij belangrijk vinden om te koesteren en door te geven ook naar de toekomst, dus naar de generaties na ons. Ja, dat kan natuurlijk per generatie ook weer verschillen. Hè? Dus het erfgoedbegrip is ook iets wat aan verandering onderhevig is. Dus iets wat wij nu heel erg belangrijk vinden, hoeven onze kinderen juist helemaal niet belangrijk te vinden. En onze achterkleinkinderen misschien wel helemaal niet meer. Of juist weer wel. Dus dan moet u zich ook altijd even realiseren. Nou goed, om even bij tastbare zaken te houden, heb ik hier even een willekeurig collage gemaakt van dingen die je kan voorstellen als je het hebt over waterschapserfgoed. Ja, we zien natuurlijk gebouwen, maar we zien ook allerlei objecten, hè, dus bewaarde historische instrumenten bijvoorbeeld, of overcomplete onderdelen, bouwonderdelen. En natuurlijk ook gebouwen. Er zijn natuurlijk net al even door Jan een paar prachtige stuwen voorbij gekomen. Ook dat valt onder die categorie. En uiteraard ook archieven, hè, dus alle
bewaard gebleven historische stukken die ons iets vertellen ook over de geschiedenis, de ontstaansgeschiedenis van de waterschappen. En ook nog even iets over archeologie. En dat ziet u op dat plaatje middenin. Want ook archeologie is natuurlijk een erfgoedfactor die bij de waterschappen veel voorkomt. En hier is dan in Brabant bij een beekherstelproject allerlei spullen uit de grond gekomen die wezen op het bestaan van een oude watermolen. En daar heeft ook het waterschap toen een informatiebord bij gemaakt, zodat men, de passanten daar en wandelaars, weten wat daar vroeger is geweest. Dus ook dat is een erfgoed aspect. Ja, dat heb ik natuurlijk een beetje gerubriceerd. Ja, dat zijn eigenlijk, dat bleek dus ook tijdens het onderzoek. Als je dan gaat googlen en je gaat al die waterschapswebsites af, dan zie je ook grote verschillen. En dit was gewoon ook een bruikbare manier om de boel te kunnen rubriceren. Dus je hebt dan ruimtelijk erfgoed, hè, dan bedoel ik dan inderdaad dus het gebouwde erfgoed mee. Maar ook landschappen, hè, denk even aan dijkstructuren of polderlandschappen. En ook die archeologie hoort dan even in die rubriek. We hebben dan het roerende erfgoed, dus die objecten, hè, die gedenkbekers. Maar ook de inventarissen van waterschapshuizen. En allerlei gedenktekens. Nou, denk even aan de presentatie van voor de pauze over die gedenkpenningen. En dan heb je natuurlijk de archieven, waar het niet alleen gaat over die hele oude traktaten, maar ook bijvoorbeeld film- en fotoarchief hoort daarbij. Ja, als je dan alles bij elkaar neemt, dan zie je ook bij dat onderzoek van hoe presenteert dan een waterschap zich met zijn erfgoed. Nou, dan zie je eigenlijk wel dat er toch wat verschillen in zitten. Kijken we dan naar het ruimtelijk erfgoed, dan zien we dat er best wel heel veel waterschappen zijn die daar aandacht aan besteden op hun website. Maar ook een aantal helemaal niet. Dan zoek je wezenloos, maar je vindt gewoon echt niks. Ja, dat is natuurlijk gewoon een constatering. Ik ga daar verder helemaal geen waardeoordeel over geven. Het is puur een constatering van feiten zoals het gewoon is. En het is voor de Heemschutvrijwilliger dan interessant om te weten, hè, dat waterschap X misschien het anders aanpakt dan waterschap Y. Ja, hetzelfde voor roerend erfgoed. Er zijn twee waterschappen die hebben hun collectie roerend erfgoed ontsloten middels hun eigen website. En een heleboel andere waterschappen besteden daar geen aandacht aan. Tenminste niet digitaal. Ik wil dus niet zeggen dat ze geen aandacht voor hebben, maar alleen ik heb dus gekeken naar van hoe ze het presenteren op de website. Ook voor de archieven, en daar wil ik ook nog even over opmerken, dat dan nog wel belangrijk is dat het ook voor de eigen organisatie van belang is dat medewerkers gewoon snel ook bij gebiedsontwikkelingen toch even over de schouder terug kunnen kijken naar hoe was de historische situatie in het gebied. En dan is het toch ook wel van belang dat ze gewoon makkelijk ook toegang hebben tot die historische documenten. Nou, dat is dus bij zes waterschappen is op de website geen informatie te vinden over het historisch archief. Een aantal hebben het historisch archief ook in eigen beheer, dus uiteraard staan alles flink op orde en heb je ook direct via de website van het waterschap toegang tot inventarissen. En een tussengroep die heeft dus heel duidelijk ook een verwijzing naar bijvoorbeeld het provinciale archief waar ze dan hun historische bescheiden hebben laten opslaan. Even over ruimtelijk erfgoed nog, voornamelijk gaat het dan wel over gebouwd erfgoed. Er komt eigenlijk naar geen aandacht voor archeologie en mondjesmaat voor historische cultuurlandschappen. Dus in die erfgoedopvatting bij de waterschappen is het voornamelijk nog gericht op die gebouwde omgeving. Nou, dan hebben we ook even gekeken naar hoe dan erfgoed fysiek wordt gepresenteerd. Dus inderdaad het meedoen met een open monumentendag bijvoorbeeld. Nou, dat is dan ook bij een heleboel waterschappen inderdaad het geval, maar bij anderen niet. Dat is ook zo dat ik, als ik niks op de website kon vinden, ben ik
ook nog gaan nabellen of gaan mailen. Dus ik heb ook met communicatie mensen gesproken. Dus ja, deze cijfers die kloppen, zullen we zeggen. Het kan dus veranderd zijn inmiddels, maar de peiling van toen gaf dit resultaat. Nou, ook een bezoekerscentrum, waar dus gewoon permanent of met bepaalde openingsperioden mensen in het gebied ja, gewoon toegang hebben tot, tot direct die geschiedenis van zo'n waterschap, is maar bij een beperkt aantal waterschappen georganiseerd. Ja, goed, even concluderend dan heb ik nog even wat bevindingen op een rijtje gezet. He, dus dat, ja, vooral die erfgoedopvatting, het is vooral ook, dus nog een keer gezegd, op dat gebouwde erfgoed. Dus het is ook wel vaak zo dat ook niet helemaal ja, binnen de organisatie, dan, als je door gaat vragen, ja, dan is er ook niet echt een afspraak van, ja, wat verstaan we nou eigenlijk onder erfgoed? He, dat is ook logisch natuurlijk, ja, is een waterschap niet voor om misschien daar zo diep op in te gaan. Het gevolg is ook wel dat sommige waterschappen ook niet helemaal beseffen wat ze eigenlijk aan erfgoed in huis hebben. Dat ze dat ook daar een soort bewustmaking nog op zijn plek is. Ja, wat ook veel voorkwam is als ze dan inderdaad erfgoed, dat gebouwde erfgoed op de website werd gepresenteerd, dan lag daar wel een inventarisatie aan ten grondslag. En dus die is dan omgewerkt naar bruikbare gegevens op de website. Dus dat is ook wel iets wat belangrijk is om te constateren. Oh, ja. Toen heb ik ook nog gekeken naar het erfgoedbeleid bij waterschappen. In de waterbeheerplannen vind je inderdaad verwijzingen naar cultureel erfgoed. En dat kan heel sumier zijn. Dat het gewoon 2 of 3 keer genoemd wordt in het verband met recreatief medegebruik bijvoorbeeld. Of dat ze een algemeen stukje beschrijven over dat het waterschap zeker ook oog heeft en mee wil dragen aan maatschappelijke meerwaarde. En dan komt er een hele riedel waaronder dan cultureel erfgoed ook genoemd wordt. Het is even om aan te geven dat dus op een heleboel verschillende manieren erfgoed binnen zo'n beleidsvisie een plekje krijgt. En dat heeft uiteraard dan ook weer weerslag op hoe zo'n website is ingericht. Hè? Want dan vind je bijvoorbeeld met tabs, verschillende tabs, bijvoorbeeld over erfgoed iets onder de tab recreatie. Nou ja, dan is dat vaak ook wel gelinkt natuurlijk aan hoe ze dat in zijn algemeenheid zien, cultureel erfgoed. Ja goed, wat ook in de gesprekken en de interviews die ik heb gehouden met waterschappers veel naar voren kwam, is dat er zeker oog is voor het beschermen en behouden van die cultuurhistorische en archeologische waarden, omdat het natuurlijk ook toch wel een soort verplichting, zou ik maar zeggen, of een soort van, dat hoort er gewoon bij. En dat ook heel vaak gezegd werd van ja, we hebben niet specifiek erfgoedbeleid gemaakt, want we bekijken het gewoon elke keer per geval. Hè? Dus in gebiedsprocessen nemen we het gewoon mee. Nou, dat kan natuurlijk ook ontzettend goed gaan. Ja, dus laten we wel wezen, het is natuurlijk een enorme waaier aan verschillende manieren van omgang met cultuurhistorie. En dat is aan de ene kant natuurlijk een boodschap ook aan de erfgoedsector en de mensen van Heemschut. Probeer elkaar te begrijpen, probeer de redenatie te volgen van hoe er met erfgoed wordt omgegaan. Dan weet je ook uit welk startpunt je vertrekt als je met elkaar in gesprek gaat. Ja, wat ook wel een constatering was, is dat bij een aantal waterschappen ook eigenlijk geen aanspreekpunt voor erfgoed is. En dan was het echt binnen de organisatie dat mensen echt moesten dus gaan zoeken van wie ze daar nou eens voor zouden kunnen vragen om mijn vragen te beantwoorden. En sommige waterschappen die besteden ook zorg voor erfgoed uit. En straks komt er ook
En nog een aantal voorbeelden bij de sprekers. En waaronder ook het Friese Waterschap. En die hebben een stichting waterschapserfgoed in het leven geroepen bijvoorbeeld. Dus dat komt ook voor als een oplossing. Ja, het is misschien een beetje een droog en opzommerig verhaal. Maar het geeft toch wel... Waarom doet hij het nou niet? Nee, nou ga ik terug. Kijk. Ja, ook wel een eye-opener misschien om nogmaals om elkaar te begrijpen. Hè. Het gaat erom dat je vanuit de erfgoedsector en watersector met elkaar in gesprek gaat over erfgoed. En ja, dan is het toch wel belangrijk dat je weet, hè, wat de stand van zaken is. Maar wat wel heel van groot belang is dat er ook wel eerst een inventarisatie wordt gemaakt van... Wat hebben we dan eigenlijk aan erfgoed? Hè? Wat verstaan we dan onder erfgoed? En wat is dat dan? Hoeveel is dat dan? We kwamen bijvoorbeeld achter dat er een aantal waterschappen heel lastig cijfers konden genereren over het aantal rijksmonumenten. Zou je denken, dat is misschien een getal. Maar ja, dat is dan toch niet helemaal bijgehouden. Maar nogmaals, het geeft hier geen waardeoordelen. Het zijn puur constateringen. Alleen om aan te geven, ja, zouden we misschien dingen anders kunnen of misschien kunnen we van elkaar leren ook. Goed, dat ad hoc beleid ook van het erfgoed meenemen in projecten, dat zijn natuurlijk vaak fantastische voorbeelden. Hoe je dan inderdaad in een gebied met heel veel partijen op weg gaat en dan ja, echt een fantastisch resultaat haalt. Ook dat is iets waar eigenlijk ook een waterschap over zou kunnen communiceren. Die goede voorbeelden, die mis ik dan zelf ook wel een beetje, een overzicht daarvan. Van hoe zou je dat nou bij elkaar kunnen zetten? Ja, er werd ook vaak de vraag gesteld van ja, waarom nou eigenlijk dat erfgoed, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Wat levert dat dan op als je erfgoedbeleid gaat maken? Nou, dat is ook natuurlijk een goede vraag, waar we misschien ook met elkaar... ook goede antwoorden op zouden kunnen geven. En dat weer als een voorbeeld kan dienen voor een positief vervolg. Nou, hier heb ik nog even wat voorbeelden van hoe je dan in zo'n gebiedsproject toch ook rekening kunt houden met erfgoed. Dit is in het oosten van het land bij een beekherstelproject waar een vispassage moest worden aangelegd. Is ook een... klein sluizensysteem herstelt en dat geeft dan weer de mogelijkheid gegeven voor dat gebied dat daar met recreanten, toeristen, bootjes vanuit de historische situatie ook weer kunnen rondvaren. Ja, dat zijn toch dingen die dan gewoon heel goed samen op kunnen gaan. Dus er gebeuren ook ontzettend goede dingen. Dus ja, soms mis je een beetje het overzicht en het goede plaatje. Nou, ook dat wordt nog even bij elkaar gezet in wat cijfertjes. Ja, de meeste waterschappen hebben dan inderdaad een inventarisatie van hun erfgoed. En dat is dan vaak dus inderdaad dat gebouwde erfgoed gemaakt. Een aantal ook niet, een klein aantal. En er zijn ook een aantal die inderdaad ook gebaseerd ook op zo'n inventarisatie ertoe zijn gekomen om verder beleid te ontwikkelen. Om te gaan ook met dat erfgoed. En dat zijn ze dan ook niet allemaal. Ja, ook hier gewoon pure constatering dat er dus echt grote verschillen bestaan. Het is misschien een open deur, maar het is toch goed om je te realiseren dat er... als je het hebt over de Nederlandse waterschapserfgoed... het is echt toch... Ja, er kunnen grote verschillen zijn in hoe dat... benaderd wordt door de waterschapper. De constatering was ook wel bij een aantal waterschappen dat er echt wel een wil is, maar er is dan geen weg en dan is er bijvoorbeeld te weinig capaciteit om ook echt die verdere vertaling naar ander beleid te maken. Inventarisaties zijn natuurlijk ook momentopname, die zouden dan weer eens opnieuw bezien moeten worden.
Ook daar vaak is het een capaciteitskwestie dat het niet lukt om, om dat te doen. Dus er is zeker aandacht voor. Ja goed, er is nog, toch ook nog veel te doen op dat vlak. Ja goed, deze verkenning voor erfgoedvereniging Heemschut... Het levert dus een aantal constateringen op die dus ook eigenlijk voor de waterschappen zelf en ook voor de erfgoedsector zelf van belang kunnen zijn. En het gaat er toch ook om dat we met elkaar in gesprek zouden moeten komen. En dat zijn we natuurlijk nu vandaag ook in deze samenstelling ook al. Maar ook om dat gesprek gaande te houden. Dat zou een mooie streven kunnen zijn. En dan is het inderdaad vooral ook eerst beginnen met elkaar taal leren spreken en te snappen vanuit waar bepaalde redenaties komen om om te gaan met erfgoed. En het gaat ook over van hoe je dan goede voorbeelden uit kunt wisselen. Je kunt ook van elkaar leren. En dan is ook iets dat ik geconstateerd dat waterschap misschien ook wel uiteraard heel erg naar hun eigen gebied en naar hun eigen rijlen en zeilen kijken. Misschien zijn er ook nog mogelijkheden om dat beter uit te wisselen en te komen ook tot echt stappen die je gezamenlijk kunt zetten. En ik zou dan ook willen pleiten voor ergens een plek te creëren. Misschien kan de STOA daar een rol in spelen waar je goede voorbeelden bij elkaar brengt van hoe je om zou kunnen gaan met erfgoed. Dan zijn er natuurlijk ook al bepaalde producten, ik heb er hier maar twee genoemd, die al bestaan en die uiteraard ook heel erg een weg hebben gevonden naar de waterschappen, maar waar misschien ook nog wel wat meer aandacht aan besteed kan worden. En het is nogmaals ook niet alleen naar de waterschappen toe, maar ook naar de erfgoedsector toe een oproep om vooral je te verdiepen in elkaar en aan de slag te gaan ermee. Toch even nog wat tips ook voor waterschappen. Het gaat er natuurlijk ook wel eerst in instantie om van we hebben dan dat erfgoed. Laten we eerst eens kijken wat verstaan we daar nou precies onder. En ook laten we dan eens kijken wat is onze ambitie dan ten aanzien van dat erfgoed. We kunnen natuurlijk niet alles behouden. Dat zou ook niet echt hoeven denk ik. Maar wat dan wel en wat dan niet. Gaan we inventarisatie opnieuw uitvoeren enzovoorts. Ja goed, dan heeft deze verkenning ook al opgeleverd dat de communicatie naar buiten toe, daar zou misschien nog eens naar gekeken kunnen worden. Hoe je erfgoed ook, dat is toch ook een aspect wat bijdraagt aan het verbreden van draagvlak voor het werk van het waterschap. Hoe die communicatie naar buiten toe beter zou kunnen. En ook hoe je erfgoed binnen de eigen organisatie dan beter wegzet en dan stappen kunt zetten. Dan eerst natuurlijk het ene en dan het andere. Dus ook extern van hoe je beter zou kunnen samenwerken met de erfgoedsector. Hoe waterschappen elkaar ook kunnen helpen. Het zijn allemaal wat kleine gedachten die bij het maken van de verkenning bij mij boven zijn gekomen. En er is natuurlijk de Unie van Waterschappen met een themagroep archeologie en cultuurhistorie. Waar ik ook al een keer dit onderzoek heb mogen presenteren, die daar mogelijk ook een rol in kan spelen. Om dit met elkaar verder uit te rollen. Dit was eigenlijk mijn presentatie. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Is een vraag achter? Ja. Niet zo simpel. Wel een opmerking. Het valt me op dat je. Ik ben in Rotterdam van het stukje Monument aan Archeologie van Noord-Holland. Maar het valt me op dat je zegt dat ad hoc beleid. Dat toch onder beleid valt. Ik zou ad hoc beleid noemen als bij besluiten om geen beleid te maken. Ja, misschien een verkeerde term, de ad hoc aanpak. Zou ik dan zo moeten noemen. Dat is voor mij echt heel te vrijblijvend. Maar dat kan iedereen met mensen niet zo vrij. Nee, dank voor deze aanvulling. Nee, ad hoc aanpak zou het moeten zijn, inderdaad. Ja. Maar er zijn inderdaad waterschappen, heb ik gemerkt, die duidelijk voor die weg kiezen. Om het per
project dan weer te herbezien en weer opnieuw. Ja, dat kan ook natuurlijk, maar daar nogmaals, er doe geen waarde uitspraak over. Ja, Pieter Hofman, provincie Zuid-Holland. Ik had nog een vraag hoe de samenwerking met de gemeente is. Hè? Want waterschapsterken kunnen ook gemeentelijke monumenten zijn. En ja, hoe gaat die samen? Wat zijn de parallellen eventueel met het gemeentelijk beleid op dit terrein? Hè? Want zijn twee overheidslichamen. En zijn gemeenten nou verder op dit gebied ten opzichte van de waterschappen of niet? Nou, dat is echt wel een hele spannende vraag. Alleen is in dit onderzoek, in deze verkenning, is daar niet op ingegaan. Daar kan ik dan uit deze context niks over zeggen. Ik denk dat daar ook nog wel heel wat te verbeteren is. En ook voor gemeenten denk ik ook dat er grote verschillen zijn in aanpak van het cultureel erfgoed. Dus ja, dat blijft natuurlijk toch een... Het groot kunnen maken, juist de provincies, natuurlijk al eerder uit met de cultuurhistorische waardenbank die gebouwd worden, die met verschillende legendes, verschillende kleuren gemaakt worden en waar geen overeenstemming is. Dus ik denk, de provincie zou een rol moeten nemen of kunnen pakken om dat beter gestructureerd weg te zetten, zodat meer overal duidelijkheid komt. Door het waterschap waar ik werk, Stichtse Rijnlanden, merken wij dat met 23 gemeenten verschillende, de ene heeft een giskaart, de andere heeft een VDF-vorm. Je kan de ene kleur, de andere kleur niet bij de andere kaart. Dus voor projectafdelingen om op het moment dat jij aan de gang gaat, ook voor archeologiegebied trouwens, lastig te interpreteren. Ja. Dus daar ligt best nog wel een mooi stukje werk. Ik sluit volledig aan. Ik denk dat Heemschut een keer goed aan doet om met de gemeente, met de provinciebesturen. Indringender gesprek te hebben, mm-hmm. want daar laten we wel steken vallen soms. Mm-hmm. En de provinciale monumenten zijn geschrapt, hè? Dus je had vroeger provinciale monumenten. En het is nu of een rijksmonument of een gemeentemonument. Misschien zou er een waterschapsmonument status krijgen in de wet, wat dan meer reden is voor subsidieverstrekking enzovoort. Nou ja, het gaat mij ook wel, denk ik, ook om, ja, natuurlijk hebben we bepaalde monumenten of hebben bepaalde waterschapserfgoederen, hebben een bepaald label gekregen. En dat kan een gemeentelijke monumentenstatus zijn of een rijksmonumentale status zijn. Maar het gaat mij ook vooral om die monumenten die dan eigenlijk nog een beetje tussen wal en schip zweven. Maar wel heel specifiek zijn van de geschiedenis van het waterschap. En die zijn ook wel in inventarisaties opgenomen. Die hebben dan niet per se nog zo'n extra sticker erop gekregen met Rijksmonument of met gemeentelijk monument. Dat is natuurlijk ook een categorie waar het waterschap zelf verantwoordelijk voor is. Ik zou heel pleiten om dat wettelijk dan vast te leggen, dat het waterschap zelf autonoom kunnen besluiten of iets een waterschapsmonument is. En dan heb je dus de mogelijkheid om het ook in bestemmingsplannen een andere status te geven. Ja. Ja, dat is dan inderdaad een goede tip om in een andere setting eens te bespreken ook. Ja, dankjewel.